Ik kom wat vertellen over gedragsbeïnvloeding. Dus hoe je onbewuste dingen, onbewuste psychologische processen kan gebruiken om eigenlijk je klanten te beïnvloeden. Woningcorporaties zetten zich vandaag de dag in op verdere professionalisering van de huurincasso. De manier waarop het ging, met die vragen en even met je mobiel daarop reageren, is altijd leuk, want dan ben je er ook gelijk toch mee bezig. Ja, het waren hele leuke sessies. Met onderwerpen waarvan de uitkomsten misschien niet heel erg nieuw zijn, maar je wel heel erg aan het denken zetten. Aan de hand van bench learning, een brainstorm sessie en diverse breakout sessies creëerden Kenok Chase en Xpect handvatten voor verbeteringen in het proces van de deelnemende organisaties. Zeker door die break sessies vond ik dat weer net wat anders qua voorstelling, zeg maar, voor zo'n middag dan dat je standaard krijgt. En ik vind het gewoon belangrijk, zelf als psycholoog, dat meer bedrijven gebruik maken van al die mooie wetenschappelijke kennis die er is. Het publiek was heel aanwezig, in ieder geval in die zin dat we interactieve sessie met hen hebben georganiseerd. Mocht dit de volgende keer georganiseerd worden, zou ik het zeker aanraden mensen om hier naartoe te komen. Ik vond dat de dag hartstikke goed georganiseerd was, leerzaam en ook handig voor je netwerk, omdat je toch veel andere corporaties spreekt.